Rogier, heb je een beetje kunnen nagenieten van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles? Jawel, de avond zelf heb ik nog wel van nagenoten. Ja. Ik bedoel, een overwinning moet je ook van genieten. En de volgende dag gaat het vizier vrij snel richting Twente. Maar het is denk ik prettig dat we een ronde verder zijn in de beker. Met denk ik een alleszins redelijke wedstrijd die we gespeeld hebben. Ja, dat geeft een goed gevoel. En dan de volgende dag als je op de club komt, dan is de sfeer wel lekker. Ja. Ik heb hier natuurlijk op de tribune gezeten. Het was aardig fris, moet ik zeggen. Maar ik vind wel een goede partij van ons. Gewoon de overhand, goede kans gecreëerd. Uiteindelijk wordt het wel nog spannend nog. Door die 2-1, maar wel gewoon een goede overwinning en door naar de volgende ronde. Is bij Sai ook het vizier meteen weer op zaterdag gegaan of was hij nog heel even in de wolken? Nou, ja, kijk, hij heeft denk ik iets meer aandacht gehad dan normaal. En terecht, dat was een fantastische goal natuurlijk. Maar uiteindelijk, zeker vandaag gaat het vizier weer volledig richting Twente en ook voor hem. Dus, maar zijn moment of fame heeft hij gehad en dat was meer dan terecht. Dacht jij na de wedstrijd tegen Roda, waarin je de bal vanaf een meter of 35 in de kruising schoot van ik heb wel het mooiste bekerdoelpunt van het seizoen gemaakt? Nou, dat dacht ik na die wedstrijd van woensdag niet meer. Ja, ongelooflijk doelpunt. De reactie van Sai maakt hem nog mooier, denk ik. Hoe was hij vandaag op de training? Is hij alweer een beetje geland? Of? Nou, Sai is altijd wel gewoon een hele rustige jongen. En misschien deed ik wat stoerder naar mijn goal en hij bleef voor zichzelf. Dus dan moet ik credits naar hem geven. Na de wedstrijd tegen Feyenoord vorige week ben je echt precies op de helft. Hè? 17 wedstrijden gehad. En de conclusie die wij trokken was 1 keer weggespeeld tegen PSV en verder nooit kansloos geweest. Ook niet tegen topclubs. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat we zeker gaandeweg het seizoen veel stabieler zijn geworden als elftal. Beter van elkaar weten wat we willen en hoe we het willen. En dat we ook niet zo snel in paniek raken als de dingen even iets anders lopen dan misschien vooraf gepland. En dat zie je denk ik wel terug in de wedstrijden. Dat we gewoon als elftal veel stabieler zijn en wat beter in staat zijn om als elftal de wedstrijd te spelen. En, ja, ik denk ook dat we bepaalde kwaliteiten in het elftal hebben, waardoor we behoorlijk efficiënt zijn in het aanvallen. Ja, waardoor je dus ook in wedstrijden kunt blijven of in de wedstrijd kunt blijven. En dat laten we denk ik wekelijks zien. Ja, ik denk dat we gewoon vanuit een stabiele organisatie werken. Van daaruit proberen ons voetbal te spelen. En daardoor creëer je eigenlijk elke wedstrijd wel wat kantjes. En ik denk dat we nooit echt door de ondergrens heen zakken. En dat is belangrijk voor ons dit seizoen. Was de uitwedstrijd tegen FC Twente, waarin je een punt overhield, daar een voorbeeld van? De eerste helft vond ik ons daar niet goed. En hebben we ook denk ik ook geluk gehad dat Twente een aantal kansen miste. Maar de tweede helft waren we een stuk stabieler. Ik denk alleen dat we nu verder zijn dan de uitwedstrijd bij Twente. We hebben ook een aantal andere spelers die nu spelen, die teruggekomen zijn. Dus ik verwacht en in een thuiswedstrijd dat we verder zijn dan een uitwedstrijd dan tegen Twente. Ja, een hele moeilijke eerste helft hebben we daar gehad. Uiteindelijk kom je 3-1 voor door goed spel naar de rust. En Grilsvest gaat gewoon op zijn kop staan daar. Dus toen kwam wel veel druk, waardoor het uiteindelijk nog 3-3 wordt. Ik denk dat we heel veel goede dingen hebben laten zien in die wedstrijd, maar ook een aantal mindere. Nu aan ons om daar morgen aan te werken. In die uitwedstrijd was Bart van Rooytreff zeker. Is hij er morgen weer bij? Ja, Bart is er weer bij. Ten opzichte van woensdag, en dat is nog maar 2 dagen geleden, is Bart erbij. Jury is er nog niet bij. En voor de rest is het dezelfde selectie als tegen Go Ahead Eagles. Dus snel uit mijn hoofd is er dus ook geen Tafsan, geen Schöne. En that's it. Pereira niet, ja. Schöne niet, Tafsan niet, ja, en Basis niet. Ja. Helder. Succes morgen. Ja, dankjewel.